Het Nola Hadderman Instituut is gisteren gestart met haar vakantieschool 2018. Kunstenaar Koert Nahar verwelkomde de jongeren en bracht dank uit aan het team en het directoraat cultuur dat elk jaar als partner van dit project optreedt. Nahar zei dat hij jaren terug, net als de aanwezige jongeren, is begonnen. Ik ben net als deze kinderen, ergens aan de gemeente Laarzenweg vroeger ook zo begonnen. Dus we hopen met deze activiteit inderdaad nieuwe Koert-Nahartjes of andere grote zonen te ontdekken. Dus dat is inderdaad ook de bedoeling van deze activiteit. Het is niet alleen maar kunstzinnig bezig zijn, maar tevens ook scouten, zodat er verdere loopbaan kan worden gemaakt van het tekentalent. Ik wil ieder van harte welkom heten. Zoals we het elk jaar doen, hebben we, of zelfs ook al bij de inschrijving hebben doorgegeven, dat we de kinderen niet allemaal in één groep zetten. Ze worden naar hun leeftijd ingedeeld. Bij de inschrijving is het een beetje hard gegaan, waarbij er bepaalde kinderen geen plek hadden gevonden in hun leeftijdscategorie, waardoor ze zijn overgeplaatst naar een andere groep. Dat is eigenlijk om ze een beetje toch de gelegenheid te geven om mee te doen en ze tevreden te stellen. Lijster Juanita van de Nola Hadderman Art Academy deelde de ouders mee dat de kinderen in groepen worden ingedeeld. Volgens haar is de inschrijving dit jaar hard gegaan, waardoor sommige kinderen niet in hun leeftijdsgroep geplaatst zijn. De vakantieschool duurt tot de tweede week van september.